Ja, daar zijn we weer. Kijk, dit hoort er ook bij. Alle krantjes. En de vrouw. Waarom ligt die erbij eigenlijk, de vrouw? Dat is van de Telegraaf. Oh, dat hoort bij de Telegraaf. Telegraafvisie. En uiteraard is ze er weer. Hi. Rijn van der Meij en Erik van Roekel. Glansrol voor Erik van Roekel. En vanaf de redactie, zo weer, plop, in de studio. Voor de oplettende kijker, een andere studio dan waar we de uitzending doen. Maar dat leggen we nog wel een keer uit. Ja, misschien zitten er wel tussen trouwens. Ja, dat kan. Hierin zitten allemaal vragen. Thanks trouwens. Ja, super cool. Super tof. Gisteren onder het filmpje allemaal vragen gesteld. En die zitten hier allemaal in. Hoeveel gaan we er doen? Hè? Allemaal? Nee, dat duurt echt te lang. Heel veel. 10? 10? Ja, maar wel snel. Oké, 10, maar wel snel. Ja. Regisseur, Karin, je hoort het aan alles. Kirsten Molkenboer, voor de Q&A. Laat een van de Q-DJ's schrikken. Dat hebben we al gedaan. Ja, dat hebben we inderdaad al eens gedaan. Ik heb Lars Boelen ooit de stuipen op het lijf gejaagd. Letterlijk. Misschien moeten we die even... Anders knip je weer, dan vind je zo oh leuk. Ja, ik kan knippen. Sinds deze week kan ik knippen, heeft Karin me geleerd. Dus laat ik het moment van Lars Boelen even hierin knippen. 3, 2, 1. Dat was Lars. We hebben het er nog over hier op de redactie voor. Kirsten, dankjewel voor je vraag. Volgende. Carly Spekschoor. Wat vind je het leukste aan het werken bij de radio? Het leukste aan het werken bij de radio is iedere dag met muziek bezig zijn. Iedere dag wat anders doen, want iedere uitzending is weer anders. En sfeer. Sfeer maken. Interactie met jou. Weet je, dit is ook weer zo'n voorbeeld. Dat hoort tegenwoordig ook bij radio. Wat vind jij nog het leukste? Ja, sfeer was voor mij wel belangrijk. Okay. Sfeertje hoor. Dat het niet voelt als werk. Ja, dat is het. Nee, dat is wel een ding wat zegt is. En nummer 3. Maaike Visser. Praat jij wel eens Limburgs dialect? Ah. Zo ja, wil je dan wat laten horen? Echt? Dus Karin ook heel leuk. Dit is echt hilarisch. Ik heb Joep voor het eerst keer... Ja, toen Joep voor het eerst Limburgs tegen mij ging praten. Of hij was met zijn vriendin aan het bellen. En ik hoorde het echt. Nou, ik heb op de grond gelegen. Echt super kinderachtig. Maar ik vond het zo grappig. Nou, Atoe. Wat moet ik zeggen? Zeg maar bedankt voor het stellen van de vragen. Doe iets leuk. Bedankt voor het stellen van de vragen. Okay. Ja. Dan zal ik Maaike persoonlijk bedanken, want zij vraagt het ook echt. Maaike, ontzettend bedankt voor het stellen van de vragen. Ik ga ontsteld door naar de volgende vraag. Ik zei ontzettend bedankt en ik ga snel door naar de volgende vraag. Movie Shaker, in welke film zouden jullie willen spelen en wie willen jullie dan zijn in die film en waarom? Hij praat een mega fout, dus het is ook voor jou. Ja, die is heel makkelijk. Wat dan? Titanic. Rose, dat is mijn favoriete film. Oké. Okay. Lekker in die auto tekeer gaan met het handje zo tegen de... Ja, en ik overleef. Ah ja, dat is waar ook, ja. Ik zou een van de kinderen... Nou, nu komt er een vaag verhaal, denk ik. Of misschien ken je de film niet. Maar dan moet je hem opzoeken. The Goonies. Dat is mijn all-time favorite. Dat is een avond... Wie gaat er nou printen? Iemand is even aan het printen hier. Maar ja. Ik zat midden in mijn verhaal. De Goonies, ja, dat is een te gekke film, dat is mijn lievelingsfilm. En dat is een avonturenfilm waarin ze op zoek gaan naar een schat. En super spannend allemaal. En een van die kids zou ik wel willen zijn. Het is zo spannend. En ja, ik zal niet verklappen hoe die eindigt, maar de Goonies. Maar heb je dan ook een specifiek iemand die je zou willen zijn? Ja, een van die kids. Niet specifiek één iemand. Gewoon, ze beleven allemaal dat avontuur. Dat is te gek. Okay. En het is best wel feel good. Er gaat niemand dood of zo. Oh, het loopt goed af. Nou, dat weet ik niet, maar er gaat niemand dood. Oké. Okay. Sophie Jansen, het zijn allemaal dames hoor.
Hoe zou je leven eruit zien als je nooit aan radio maken begonnen was? Wat voor werk deed je dan? Had je dan wel je vriendin ontmoet? Dat soort dingen. Dat soort dingen ook. Hoe dat mijn leven er dan uit had gezien is, waarschijnlijk had ik dan mijn oude werk nog gedaan. En dat is marketing bij een speelgoedbedrijf, Vitec. Daar zou ik dan waarschijnlijk nog zitten. Had ik mijn vriendin dan ontmoet? Ja hoor, want die ken ik niet door de radio. Die ken ik gewoon door waar ik vandaan kom. Aan mijn hometown, Beert. Waar heb je haar eigenlijk ontmoet? Hoe? In de kroeg, dronken. Echt? Ja. Heb jij haar versierd of andersom? Nou, dat weten we allebei niet, want zij is ook dronken. Wil je een rondleiding geven over het dakterras? Laat Anna weten. Oh, ja, wil ik. Oké, daar gaat hij. Of moet je weer knippen? Zal ik weer knippen? Wacht, ik knip. Zo, daar zijn we. Op het dakterras. Nou, dit is het. De kleine rondleiding. We hebben hier lichtbankjes. Zitstoelen. Zitstoelen. Ja, je hebt ook lichtstoelen, dus zitstoelen klopt ook wel. We hebben hier nog een extra studio. Ik kan ook nog dingen doen. We hebben hier, dit hier, een soort van cocktailbar. In de zomer hebben we dan wel eens smoothies die hier worden gemaakt. Ja, en het is gewoon... Zal ik even wat hoger gaan staan? Ik ga even hoger staan. Dit is hem. Tof, hè? En voor de voetbalfans. Kijk eens wat er mooi uitzicht, daarachter. Ah, Ajax. Nou, ik knip mezelf weer terug naar de studio. Ik vind het leuk, dat knippen. Het werkt wel. Ja, superleuk. Een beetje buiten adem. Met de Kramer. Leuke video's. Dankjewel. Dankjewel. Een vraagje. Hoe doen jullie je haar? Welke producten gebruiken jullie bijvoorbeeld? Vooral die op. Die is ben erg flauw. Benieuwd. Nou, zeg jij dan flauw. Even, want dat is dan zinvol. Ik moet eerlijk zeggen, ik doe maar eigenlijk zelden. Maar als ik het doe, ik spray wel altijd zo'n André Lon volume spray. Oh, ik voel een sponsor dingetje aankomen. Nee, helemaal niet. Maar ik doe gewoon even zo, doe ik even zo. En dan kam ik het heel even snel en dan verder ik het. Dus ik doe eigenlijk maar wel. Oké. Okay. Maar heel kort. Ik ook hoor, want het is misschien heel grappig, maar ik doe mijn haar ook. Ik doe om de 5-6 dagen, gaat de tondeuse eroverheen. Dat doe ik dan zelf. Heb je ook wel eens dat je een stukje vergeet en dat die langer is? Nee. Ik doe altijd netjes zo en dan met een hand eerst zo scheren en dan met de andere erachteraan en dan voelen of het allemaal gelijk is. Ja, ik heb het al zo vaak gedaan. Maar moet je baard ook even lang zijn als de Ja, die doe ik altijd mee. Ik doe altijd een beetje. Beetje zo. Oké, volgende. Liever 's ochtends vroeg werken of later naar avond? Laat Melissa van Waar weten. Oeh, die is lastig. Is echt lastig. Kijk, qua radio is 's ochtends wel echt een tof moment. Wat Mattie en Wietse iedere ochtend mogen doen, dat is wel te gek. Dat je met het heel Nederland opstaat. Maar ik ben echt wel een avondmens. Ja, dat heb ik ook. We hebben toen 2 weken 's ochtends gedaan, vorig jaar met kerst. Maar ja, ik persoonlijk moet dan echt wakker worden. Dus ik ben dan niet op mijn scherps. En dat vind ik voor het werk vind ik dat niet zo goed. Dat zou ik dan meer moeten trainen. Maar voor persoonlijk zou ik 's ochtends ook wel weer heel erg leuk vinden. Ja. Maar vooralsnog kies ik toch even avond. Ja, ik ook. Ja, oké. Hoeveel hebben we er? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nog 1. Nog 1. Ah. Hallo. Oh, hallo. Nou, dan komt net Lieke Veld hier binnen. Ja. Oh, zeg je even hallo? Jullie zijn aan het vloggen. Oh, sorry. Nee, geef niet. Mag... Moet je wel even hallo zeggen. Hallo. Wat zijn jullie aan het doen? Een Q&A. Oh. Ja. Nog 1 vraag. Nog 1 vraag. Doei. 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 Dag. Marlou, wat eet je tussen de middag op werk? Joep, koken jullie dan zelf of wordt de lunch voorbereid? Als je bedoelt de lunch. Nou, de lunch. Wat heb je vandaag op? Ja, vandaag, niet zoveel. Ik had niet zo'n honger. Maar jij luncht sowieso niet wel, zoveel. Laatste wel, als je lunch hier wel. Maar, ik had maar thuis volgens mij veel minder. Nee, thuis heel slecht. Ja. Maar als het er staat, dan pak ik het wel. Ik ben gewoon een lui hond. Maar vandaag was het echt 1 croissant met Nutella. Dat is echt weinig. Dat is heel weinig. Maar normaal doe ik wel meer hoor. En heb je dan nog honger? Want jij snackt, wat ik dan weet, als je naar huis gaat, dan vooral 's avonds, dan
neemt hij nog heel veel snacks mee. Dat is helemaal niet waar. Wel. Nee. M&M's, chips. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik pak hier altijd een zakje chips, maar ik neem nooit mee naar huis. M&M doe ik wel eens, ja. Ja, zie je. Maar dat vind ik dan ook als verrassing voor mijn vriendin. Een M&M'tje. Kijk eens. Als ze in bed, als ze ligt te slapen. Ja, M&M'tje van de zaak. Maar lunch. Even... Oeh, ik knipte met mijn vingers. Ja, ik dacht, ik zeg niks. Ja. Voor je het weet zitten we ergens anders. Ja, normaal dus gewoon hier brood en eieren. En er is een specialiteit van José, die verzorgt altijd de lunch. Die heeft dan iedere dag wat anders. Dan zijn het weer hamburgers en dan is het weer kip. En dan... Oh. Sorry. Zo. Nou ja. En dat dus. En terwijl iedereen hier bij Q aan de vrijdagmiddagborrel zit, ga ik nog even door met de uitzending. Wacht, ik zal even laten zien. Zie je, het is heel gezellig, mijn collega's. Ik ga nog even door met de uitzending en maandag weer een nieuwe vlog. Ik ga even lekker weekend vieren. Fijn weekend!